Ja, de werkzaamheden in Bokbrug zijn gestart. Intussen is de infrastructuur aangepast. De komende maanden zullen behoorlijke werkzaamheden aangevoerd worden. Het is duidelijk dat het verkeer daar last van zal hebben. Maar het moet nu eenmaal, dat zijn de plannen, er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer in ieder geval overdag in goede banen te leiden. Ze zijn 12 uur worden ze ingezet om het verkeer hier in het centrum van Bokbrug, zoals reeds gezegd, in goede banen te leiden. Dus zich dat allemaal in de spits zal realiseren, is nog even afwachten. Ik sta op dit moment op een rustig tijdsvak, zeg maar, te filmen. Maar Bokbrug is te klaar voor en dat er de komende maanden veel ongemak zal zijn. Zoveel is duidelijk, maar neem niet weg als eenmaal alles gerealiseerd is, dat het ook jonge fietsertjes samen met verbazing te kijken hoe het allemaal op dit moment loopt. Ja, het kruispunt van richting Meppel is ook afgesloten. Dus als je vanuit de wijk eventueel het kruispunt in Bokbrug over zou steken richting Ommen, dan moet je blijkbaar een lus volgen om hier dan toch weer in de richting van Ommen te komen. U ziet, het is nog niet voor iedereen duidelijk, zelfs ook niet voor de rijdende winkel. Verkeersregelaars lichten een en ander toe. Intussen zijn de voorbereidingen voor de daadwerkelijke werkzaamheden, het creëren van een tunnel, in volle gang. Bussen rijden langs. Het is een beperking van 30 kilometer. Dus ja, u mag ervan uitgaan dat er behoorlijk lange files zullen ontstaan, met name in de spit. Dus luisteraar of kijker, u bent geïnformeerd. Een geïnformeerd mens is er tweemaal. Ja, terwijl de visboeren terug heeft in Bokbrug gaan de werkzaamheden uiteraard ook nog door. Maar de inwendige mens lust ook wel eens een gebakken visje.